het bruidspaar laten poseren als trouwvideograaf. In deze video geef ik je een aantal handige tips die je direct kunt inzetten voor jouw volgende bruiloft. Hoi, tof dat je kijkt wel bij weer een nieuwe video. Mijn naam is Rome de Ridder en dit is het YouTube kanaal Rome Media Films, waarbij je meer kunt leren over fotografie, videografie en het ondernemerschap. Deze video is volledig gewijd aan trouwvideografen, misschien zelfs trouwfotografen. Wie weet of hier tips tussen zitten die voor jullie ook handig zijn. Maar over het algemeen richt ik mijn pijlen op dit moment op de trouwvideografie. Wat er vaak gebeurt is dat beginnende videografen wat meer op de achtergrond blijven en de fotograaf wat meer naar voren duwen en hun echt de complete regie te geven. Wat je dan krijgt is dat een fotograaf ze in een pose zet, zij of hij maakt de foto's en jij filmt dat op achtergrond een klein beetje mee. Wat je dan krijgt is dat je dus het bruidspaar echt constant vanaf de zijkant van het gezicht hebt of dat ze eigenlijk constant wegkijken omdat ze dus poseren voor de foto. En voor video ziet dat er gewoon... Nou, laten we eerlijk zijn, gewoon niet zo heel erg sexy uit. Je krijgt er gewoon echt niet die toffe shots mee die je eigenlijk zou willen hebben. Dus ja, je moet gaan regisseren. En wees niet bang, want regisseren is eigenlijk helemaal niet moeilijk. En zeker niet met de tips die ik dus in deze video heb. Nou, naast de fotograaf huren ze jou als videograaf natuurlijk niet voor niets in. Dus je moet naar voren stappen. 9 van de 10 keer vinden het bruidspaar het juist fijn als je de regie pakt. En ze gewoon helpt om door die dag heen te komen en het maximale uit die shots te halen. Nou, ik ga je dus nu vertellen hoe je dat concreet kan doen. Nou, we weten allemaal dat een bruiloft heel erg stressvol kan zijn voor het bruidspaar. Dus het is dan onze taak om ze daar zo snel mogelijk en zo veilig mogelijk uit te halen. We moeten ze dus terug in het moment halen waar het dus eigenlijk om gaat. Het moment van de dag. Los van alle stress en alle chaos. Nou, als je merkt dat het bruidspaar wat hoog in stress zit, dan kan je bijvoorbeeld dingen zeggen als... Dit is jullie moment. Dit is een moment waarbij we beelden maken die je kleinkinderen waarschijnlijk nog gaan zien. Vergeet de planning even volledig. Wees even helemaal in het moment. Want als je hierop terugkijkt over een aantal jaar, dan ben je gewoon super blij met dat je die rust hebt gepakt en de tijd hebt genomen voor deze paar beelden die we dus nu gaan schieten. We hebben genoeg tijd. Kijk, je wil ze natuurlijk in een harmonieuze sfeer wil je ze vangen, waarbij ze gewoon alles van hun lichaam laten afsliden. Want dat levert uiteindelijk al veel mooiere plaatjes op dan wanneer ze heel hoog in die stress zitten en eigenlijk van hak op de tak overal naartoe willen. En dat zie je ook gewoon echt van je beelden af. Nou, een van de belangrijkste tips die ik kan geven is dat je ze echt moet gaan regisseren. En dat doe je dus door ze werkwoorden te geven waar ze dus iets mee kunnen. Geef ze een doel per shot. Zeg bijvoorbeeld dingen als fluister eens lieve woordjes in het oor van de ander. Of schrijf eens letter voor letter met je neus je naam. De wang van de ander. Ze hebben een doel op dat moment. En ze zijn dus niet bezig met die camera's, maar ze zijn gewoon puur bezig met het uitvoeren van jouw regie-instructies. Of dat je bijvoorbeeld aangeeft van draai ze een pirouetje. Of doe ze een dansje met z'n tweeën. Of lopen ze dronken over één lijn, hand in hand, terwijl je naar de camera toe loopt. Het zijn eigenlijk allemaal hulpmiddelen waarmee je dus het bruidspaar met iets anders bezig laat zijn dan met poseren. Waarbij ze dus eigenlijk niet bezig zijn met het echte poseren, maar waarbij jij dus wel hetgene kan pakken wat je dus eigenlijk heel graag zou willen hebben. Eigenlijk vormt dit al de absolute basis van hoe je je bruidspaar in de best mogelijke poses kan krijgen. Maar goed, ik heb nog meer tips, dus kijk zeker door. Een andere tip is namelijk dat je vooral niet met de stress mee moet gaan. Dus wees eigenlijk de boom, de aarde, wees de steunpilaar voor het bruidspaar op het moment dat de bruid gestrest is, dat de moeder gestrest is, dat er iets mis is gegaan met de jurk. Wees als videograaf absoluut de absolute rust. Dus ga niet mee in die stress, ga niet zelf lopen rennen en dat soort dingen, maar zorg ervoor dat ze altijd op jou kunnen leunen. Nou, video is natuurlijk beweging en beweging is key. Op het moment dat we een shot draaien, een geposeerd shot van een bruidspaar, omdat ze bijvoorbeeld neergezet zijn door de fotograaf, dan beweeg ik vaak met mijn camera zelf fysiek. Dan ga ik op andere plekken staan, maak andere uitsneden. En dan zorg ik ervoor dat op die manier er dus beweging in zit. Sta ik nou met mijn camera echt op een statief bijvoorbeeld, dus is het een echt vastgefixeerd shot, dan wil ik juist beweging zien bij het bruidspaar. Of als het een shot is van bijvoorbeeld een exterieur of een sfeerbeeld en het is een vast gekadreerd shot, dan wil ik beweging zien in het beeld. En je hoeft echt niet altijd je kop er helemaal af te rennen op het moment dat een bruidspaar geposeerd staat. Want vaak kan je vanuit één pose kan je echt al 3 tot 5 verschillende instellingen schieten.
Je kan een wide schieten, je kan een medium schieten, je kan een close schieten. Je kan nog een detail schieten van bijvoorbeeld de handen of van de ringen die je ziet. En nog een soort van sfeerbeeld van bijvoorbeeld de bomen waar ze onder staan. Of eigenlijk een ander beeld waar het bruidspaar dus eigenlijk zelf helemaal niet op staat. Dus dan heb je eigenlijk al zo 5 instellingen. Terwijl het bruidspaar eigenlijk gewoon in 1 pose staat. En dan heb je al 5 toffe beelden die je een soort van sequentie door elkaar heen kan monteren. Om toch een beetje die beleving en dat gevoel mee te geven. Nou, merk je nou dat bijvoorbeeld de bruid of de bruidegom een beetje gestrest raakt of ze hebben het gevoel dat ze moeten opschieten en ze snappen misschien de waarde niet zo van waarom je bepaalde dingen doet, dan kan het soms helpen om hier en daar af en toe een shot terug te laten zien. Stel nou, je hebt echt een killer shot gemaakt en je bent daar zelf al heel trots op, laat hem ook eens zien aan het bruidspaar. Als je namelijk dat ene shot gewoon exclusief even snel terug laat zien van hey, luister, dit is wat we zojuist geschoten hebben. Dan kunnen zij met jouw enthousiasme meegaan. En dan snappen ze waar ze het voor doen. Als zij zien dat dat gewoon echt een tof shot is, dan zijn ze daarna veel sneller en langer geneigd om voor jou te werken. Om op bepaalde manieren te gaan staan. Omdat ze dus weten wat het uiteindelijk gaat opleveren. Ja, kijk, ik hoef niemand te vertellen dat een goede samenwerking met een fotograaf natuurlijk essentieel is voor mooie beelden. Voor zowel de foto als de videokant. Maar wat ik wel wil zeggen is dat je met het bruidspaar en de fotograaf eigenlijk wel kort moet doorspreken hoe je bijvoorbeeld die fotoshoot ingaat. Als je de fotograaf laat regisseren, dan is het misschien soms zaak om met de fotograaf af te spreken van luister, als jij een shot hebt gedraaid, dan is het prettig dat het bruidspaar blijft staan in dezelfde pose en dat ik daarna direct hetzelfde type shot maak, waarbij ik nog kleine aanpassingen of regie-instructies geef om het voor mij in ieder geval werkbaar te maken. Op die manier werk je dus eigenlijk samen, werk je echt heel efficiënt. En als de bruidspaar dat dus ook realiseert, dan zijn ze ook veel relaxter, omdat ze merken dat je elkaar niet in de weg loopt, maar echt samenwerkt om tot de mooiste beelden te komen. Efficiëntie is zo belangrijk op een bruiloft. Wanneer de fotograaf bijvoorbeeld solo shots gaat schieten van de bruid, dan vraag ik direct om de bruidegom met mij mee te laten lopen, zodat ik solo shots van hem kan schieten. Zodat we na 10 minuten of een kwartier kunnen ruilen en dan heeft de fotograaf en ik allebei onze solo shots. Daarnaast, als je bijvoorbeeld bij de fotolocatie van locatie A naar locatie B loopt, en dat is een stukje waarbij je eigenlijk gewoon een afstand moet overbruggen, dan werkt het heel goed om tegen de fotograaf te zeggen, zou je misschien achter mij willen blijven, want dan kan ik al lopend al wat shots maken van het bruidspaar. En dan heb je eigenlijk al gelijk je loopshots heb je gemaakt. Dat is lekker efficiënt. Of als je bijvoorbeeld terugloopt naar de auto, dan draai je gewoon nog eventjes die laatste paar shots die draai je mee. Wide, close, handjes vast, natuur. En dat is lekker efficiënt, want dan hoef je dat niet apart nog te plannen. En dan als laatste, maar misschien wel beste tip die ik heb, bewaar de poses die je dus wil gaan maken op je telefoon. Of je dat nou textueel doet of hoe je dat ook doet, maakt mij niet uit. Maar bewaar ze op je telefoon, want het is altijd prettig om te weten dat je kan schieten wat je wil gaan schieten. Kijk, en er zijn natuurlijk duizenden poses die je kan gaan bedenken. En ook ik heb wel eens echt een totale blackout als ik op een bruiloft sta. Dan heb ik van alles gepland van tevoren. Dan denk ik, oh, we gaan die locatie, dus ik ga dat doen. Lijkt me super vet. Dan ga ik helemaal voorbereiden. En op het moment zelf sta ik daar met mijn camera helemaal blanco. Helemaal leeg, totale blackout. Geen idee. Ik wist dan niet meer wat ik van plan was. En ik val een beetje terug in het standaard riedeltje met ga dan maar tegen elkaar staan en doe maar neusje of zo. Want dat is basically alles wat er op dit moment in mijn geheugen zit. En dat is heel onprettig. En daarom heb ik voor iedereen die hier mogelijk ook last van heeft, een nieuw e-book gemaakt. Een shotlist bruiloft poses, waarin ik dus mijn top 40 meest inspirerende en essentiële shots eigenlijk volledig heb gebreakdowned in een PDF die je dus als speedbriefje kan gebruiken op je telefoon op de bruiloft zelf. Het heeft dus per pose een omschrijving, het heeft een posemeter, dus in hoeverre die pose dus echt geregisseerd of geposeerd moet gaan worden. Het heeft allerlei tips over hoe je het maximale uit die pose kunt halen en het heeft regie-instructies. Dus er staat letterlijk bij elke pose wat je tegen het bruidspaar zou kunnen zeggen om tot die toffe pose te komen. Ik kan het echt aan iedere trouwvideograaf aanraden, omdat het je namelijk gewoon puur houvast geeft op de bruiloft zelf. Nou, mocht je dit nou interessant vinden, check eventjes de link hieronder in de beschrijving voor een exclusieve kortingscode. Nou, ik hoop van harte dat de tips die ik heb genoemd in deze video nuttig waren voor je. Zo ja, drop eventjes een hele dikke like duim onder deze video. En abonneer natuurlijk op dit kanaal als je meer tipvideo's wil zien voor bijvoorbeeld het maken van bruiloftfilms. Laat hieronder in de reacties even weten welke jouw favoriete bruiloftposes zijn.
en wat je eventueel moeilijk vindt aan het filmen van bruiloften. Wil ik je voor nu danken voor het kijken en tot de volgende video.